Swipe, Heerenveen uit. Is dat voor jou nog een speciale wedstrijd? Ja, het is altijd een speciale wedstrijd als je tegen je oude club speelt. Maar vooral een mooie wedstrijd. En ja, ik kijk er naar uit. Ja, want je hebt 5 jaar gespeeld bij Heerenveen volgens mij. Ja, vanaf de onder 15 tot aan de, het eerste team, zeg maar. Ik heb daar nog aan mogen proeven. En toen de overstap gemaakt naar Excelsior. En daar heb je, neem ik aan, nooit spijt van gehad van die overstap? Nee, nou nu ze zien, maar ik speel heel veel dit jaar. En ik ontwikkel me ook goed. En ja, ik ben super blij dat ik hier mag spelen. Dan gaan we naar Heerenveen. En dan weet je, er zijn nog heel dringend punten nodig dit seizoen. Hoe groot acht je de kans dat we het Heerenveen lastig kunnen gaan maken in het Abelensa Stadion? Ja, eigenlijk heel groot. Ik denk dat wij gewoon een gewaagde tegenstander zijn voor Heerenveen. En ja, het zijn voor ons 3 finales natuurlijk. En hun zijn al veilig. Hun willen wel de play-offs nog halen, denk ik. Maar ja, wij moeten echt. En ja, 3 finales. Dus wij gaan alles geven daarom. Ja, want hoe beleven jullie die strijd om rechtstreekse handhaving? Ja, super erg. Je merkt het ook aan de groep dat ze heel erg gretig zijn. En ze willen allemaal heel graag. En ja, dat is alleen maar goed voor ons. Wat ik al zei, het zijn gewoon 3 finales. En je moet zeker 6 punten halen als je gewoon een rechtstreekse handhaving wil behalen. Ja, en wat haal je dan bijvoorbeeld uit zo'n wedstrijd tegen Feyenoord van afgelopen weekend? Nou, ik denk dat wij heel veel dingen goed hebben gedaan tegen Feyenoord. We stonden heel goed verdedigend. Ook aanvallend creëerden we gewoon onze kansen. Ja, vooral de goede dingen moet je gewoon meenemen naar deze wedstrijd. En de wedstrijd tegemoet komen. Ja, Heerenveen is uiteraard wel een hele andere tegenstander. Wat weet je van die ploeg? Ja, klopt. Ja, ze spelen met hele hoge backs. Die backs zijn de gevaarlijkste spelers van hun, denk ik. En ja, hun geven ook wel veel ruimte weg waar onze kwaliteit ligt. En zo moeten wij gewoon hun zwakke punten pijn doen, zeg maar. Nou, ze hebben ook wel iemand die een doelpunt kan maken. Ja, klopt. Van Hooijdonk, hun spits, die heeft er veel in liggen dit seizoen. Ja, goed voor hem, maar ik hoop niet dat hij morgen voor ons tegen ons gaat scoren. Bij de uitwedstrijd tegen Vitesse hebben jullie voorbereid op de velden van Heinenoord. Dat is nu weer gebeurd, dus bewust trainen op gras. Hoe belangrijk is dat? Ja, voor mij persoonlijk is dat niet echt heel erg een verschil. Maar misschien met je schoeisel is dat wel wel anders natuurlijk. Maar ja, het is wel fijn dat je daar gewoon even kan wennen aan gras. Want je gaat daar ook op gras spelen. Alleen is het veld daar denk ik wel wat anders dan op Heijenoord. En ja, je moet gewoon ready zijn in je hoofd. Mentaal moet je gewoon klaar voor zijn. Het is wat ik al zei, gewoon een finale. We moeten alles geven daarom. En hopelijk kunnen we daar 3 puntjes meenemen. Maar maakt het over jou minder verschil, de overgang van kunstgras naar gras? Ja, ik ben een explosieve speler. Dus ja, voor mij is schoeisel super belangrijk. Anders gelijk veel uit. Dus ja, ik ga sowieso gewoon ijzeren noppen meenemen. En ja, voor de rest maakt het niet echt verschil van mij. Daarna nog 2 wedstrijden. Het wordt wel een heel spannend slot van deze competitie. Hè? Ja, ik denk dat 4 teams zijn dicht bij elkaar. Ja, van ons, je hebt Emmen, Volendam en Vitesse die nog dicht bij elkaar zijn. Ja, en het wordt gewoon lastig. Iedereen moet vechten voor de laatste 3 wedstrijden. En hopelijk hoeven wij niet de na-competitie te spelen.